Hallo Sascha, goedemorgen. Hallo allemaal. Hoe is het? Gio, Maria en Haley hebben flink geoefend op het huiswerk van juf Sascha. Ja. Dat is slim. Zo zijn ze goed voorbereid op de tweede training. Ik heb dat niet gedaan. Ik heb geen zwemles gehad. Waarom niet? Weet niet. Dus jij hebt dus niet gezwommen? Nee. 3 gezwommen deze week en 2 niet. Je moet echt wel blijven oefenen natuurlijk, anders gaat het niet goed. Als je wil leren zwemmen, moet je oefenen. En wat gaan we nu doen, Sascha? Drijven op de rug. Dat hebben we vorige keer ook al gedaan, maar dat gaan we nu even herhalen. Wist je dat het zwemteam elke week oefent op 3 onderdelen? Drijven, zwemslagen en duiken. Met onze eigen zwemjuf en hun eigen zwemleraar. Elke week testen wij of ze alles goed beheersen of niet. Krijgen ze 1 spetter, dan moeten ze meer oefenen. Bij 5 spetters zijn ze heel goed bezig. Halen ze alle 15 spetters, nou, dan redden ze zich in het water. En halen ze het Zwemsport zwemdiploma. Stel ik voor dat we met Bernice beginnen. Even kijken of het van de vorige keer er nog een beetje in zit. Schouders onder water. Eerst doe je knieën zakken, je oren in het water en nu duw je je buik omhoog. Bernice, het lukt nog niet omdat jij niet kan ontspannen in het water. Ik merk dat ik soms een beetje bang ben als ik moet gaan drijven. Probeer te ontspannen. Voor de volgende training moet ik wel veel gaan oefenen. Nou hebben jongetjes altijd wat meer moeite met drijven dan meisjes. Ja? Ja. Omdat jongetjes een beetje zo'n lichaam hebben. Maar daar zink je ook meer mee met je benen. Oren in het water, duw je buik omhoog. Keurig. Ja. Goed hoor. Oren in het water, buik omhoog. En dan zie je dat ze durft en ze is ontspannen. En dan lukt het. Keurig. Heel goed, Maria. High five. Super. Hartstikke goed. Hoe ging het? Goed zo heen. Dit is goed. Zie je dat? Ontspannen. Mooi. Heel goed, Haley. Onderling zitten best wel verschillen in het niveau van de zwemmers. De training gaat nu een stap verder met de zwemslaag. Weten jullie wat dit zijn? Ja. Ja? Zwemvliezen, heel goed. Deze gaan we zo aan onze voeten doen. En die gebruiken we om goed rug- en borstkraal aan te leren. Wist je dat er heel veel zwemslagen zijn? Zeker wel 150. Ik noem ze allemaal op. Nee hoor, het is wel handig als je er een paar kent. Val je per ongeluk in het water, dan red je jezelf daarmee. Brugkwol is de snelste slag die weinig energie kost. En doordat je op je rug ligt, kun je makkelijk ademen. De borstcrawl is de snelste zwemslag. Daarom wordt hij vaak bij wedstrijden gebruikt. Bij paniek, niemand te helpen. Dat kan je zelf. Kijk eens even naar mijn benen. Dit zijn lange benen en lange tenen. Dan moet je je voorstellen dat er om je voet een emmer heen zit. En die emmer die ga je schoppen tegen de bovenkant. Dus je benen gaan niet helemaal zo. Want daar passen ze niet in de emmer. Maar tegen de bovenkant gaan we zo meteen het water in. Dan ga je beginnen met drijven op je rug. Je maakt je armen lang. En dan zet je je spetterbenen aan. Oké, zijn jullie er klaar voor? Kom maar, gaan we naar de overkant. Armen lang, zet je vast. Lange benen, lange tenen. Schop omhoog, in de emmer, weet je nog? Even strekken. Maria, supergoed. Hoofd naar achteren doet, ga je onderen. Iets meer je kin op je borst houden. Je kan altijd zien of het goed gaat als ze van die kolkjes maken hier. Iets meer je hoofd zo. Ja. Nou, ik denk dat de rugkrol wel wat moeilijker is. Dan moet je ook echt heel goed op je benen letten dat ze niet krom gaan. Ik vind de flippers stom. Hij zit helemaal los bij mijn voet. Ik ga helemaal niet snel. Moe? Ja? Nee, pauze. Ja? Ja, pauze is wel verdiend. Nemen wij een kijkje op de school van Yin-Yin. Hij is pas een jaar in Nederland. Toevallig begint hier ook de pauze. Ja, hier.
Oké, hier de laatste ronde zo verdienen. Hier op het schoolplein. Jingen, die is zo stil, omdat hij nog niet zo heel goed Nederlands kan praten. Hij is hier net nieuw een jaartje. Jingen komt uit Vietnam en hij was al heel snel in rekening toen hij hier op school kwam. Hij vlamt er wel uit als hij gaat voetballen. Acties maken, dat kan hij het allerbeste. Hij kan heel goed dribbelen. Super fanatiek, omdat hij altijd wil winnen. Ik vind het raar dat hij geen zwemdiploma heeft, omdat bijna iedereen kan zwemmen. Jinje gaat het zwemdiploma behalen. Dat komt toch goed. Dames en heren, we gaan maken som 1A, 1B en som 3. Ik heb liever pauze. We gaan zo meteen borstknalbenen doen. En eigenlijk is dat de rug komen dan op zijn kop. Die benen schoppen dan niet naar boven, maar die schoppen naar beneden toe. Vijf keer. Het gaat volgens mij best redelijk, toch? Ja, zeker wel. Ja, als jullie nou een beetje goed doen vandaag, hè, heb ik een kleine verrassing. Dus doe je best. Wij gaan zo meteen proberen om met onze armen borstcrawl te zwemmen. Dat gaat op deze manier. Wat is nou belangrijk? Dat je onder water met je arm het water naar achteren gaat duwen. Zo. En dan boven water komt je arm weer terug. Ja, kom maar. Ik heb het team een verrassing beloofd en die krijgt ze. Even lekker losgaan. En dan een lekkere lucht. En is dit alles? Nee. Dit is Zwemsport. De volgende verrassing is dat we naar Femke Heemskerk gaan. Nou, is dat niet leuk? Femke Heemskerk, een van de allerbeste zwemsters ter wereld. Ze won goud op het EK, WK en de Olympische Spelen. Ze geeft een speciale les aan het zwemteam. Hier trainen alle topzwemmers en zwemsters van Nederland. Femke Heemskerk. Hallo Femke. Mag ik je even voorstellen aan het zwemteam? Ik vind het zo tof dat Femke Heemskerk er is. Ze is heel beroemd en wie vindt het niet leuk om iemand beroemd te ontmoeten? We hebben net even geluncht. Was het lekker? Was heerlijk, hè? Ja. Wat eet jij eigenlijk? Met het beroep wat ik heb, is ik moet 10 keer in de week zwemmen, 4 keer in de week krachttraining en dan nog allemaal andere soort trainingen doen. Dus ik moet ook zorgen dat ik alles weer aanvul. Dus ja, wat eet ik? Ik eet groente, vlees en rijst of pasta of aardappeltjes, weet je wel. Nou, zo leren we weer eens wat, hè? Welke zwemdiploma's heb je? Ik heb ABC en dan gaat het daarna verder in zwemvaardigheid 1 tot en met 4. Dus eigenlijk heb ik A tot en met F. Wat vind je het leukst aan zwemmen? Ja, sowieso de wedstrijden vind ik heel leuk. Maar, zeg maar zwemmen op zich vind ik ook heel fijn. Dat je gewoon, je wordt niet afgeleid. Ik vind het heel lekker om in het water te zijn. Dus, dat vind ik het leukst. Ja. Maar ik heb er vast 1 tip, want ik zie dat jullie haar helemaal onder je badmuts vandaan hebben. Bij mij niet. Nee, bij jullie niet. Dan moet je toch zo'n knop in doen. Ja, ik zet hem eerst gewoon op. Dan doe ik hem achter mijn oren. Pak die staart. Ik maak een rol. En dan doe ik dan één keer zo eronder. Klaar? Maar jullie hebben echt nog heel veel haar eruit gehad en dat is heel veel weerstand. En weerstand zorgt ervoor dat je minder snel gaat zwemmen. Wat gaan we leren van jou vandaag? Een stukje schoolslag. Oh, een stukje stukje. Wist je dat? De schoolslag, de oudste zwemslag is, hij bestaat zo'n 10.000 jaar. In het oude Egypte gebruikten ze hem al, zo blijkt uit grottekeningen van zwemmers. De beweging is waarschijnlijk van de kikker afgekeken. Maar waarom heet die dan de schoolslag? Rond 1900 begon het schoolzwemmen. Het was de eerste slag die werd geleerd. Je oefende het toen in een soort tuigje aan een hengel. Het nadeel van de schoolslag, het is de traagste zwemslag die wedstrijdzwemmers gebruiken. Het voordeel, je hoofd blijft boven water. Dus je hebt goed zicht en je kan prima ademhalen. Je kikkert ervan op, toch, dames? Het is qua ademhaling de makkelijkste slag, zodat je dus niet opzij hoeft te ademen, dus je kunt het ook het langste volhouden. Heel mooi. Nou wij.
het enige probleempje. Ik pak steeds de kant vast. Voor de volgende training moet ik wel veel gaan oefenen. Er is nog wel wat ruimte in, zeg maar. Voor verbetering. Ja, maar het is pas les 2, hè. We gaan straks allemaal aan de kant hangen zo. En dan gaan we eventjes alleen de benen oefenen. Want dat ging bij jou best wel goed, maar jij hebt een schaarslag. Dus jouw ene been gaat wel goed en de andere die gaat plat. Dus we willen eigenlijk zeg maar dat je je voeten naar buiten zet en dan een rondje sluit. Kikker. Als een kikker. Ja. Een hele goede tip. Voeten naar buiten. Slower. Ja? Zo. Goed zo. Als ze wel gelijk, hè? Je doet ze soms apart. Goed zo. Nou, hier gaan we nog even door met de schoolslag van Femke. Dat doen we wel even, dus ik zou zeggen, tot de volgende keer.